toch aan het luisteren bent, zou ik je wat willen vragen. Hoe sta jij in de wereld? Met een PlayStation en een tv. Hey, ik vraag je wat, kerel. Dit is jouw wereld. Jouw wereld. Ben je er wel van bewust? Niet ongerust, dan ik vraag je wat, zus. Yo. Alles lijkt zo ver van je bed. Tot je het onder de loep neemt en het echt een keer checkt. We gingen naar Sierra Leone toe, dus ik weet wat ik zeg. Van de 10 jaar durende oorlog zie je nog het effect. Komt dat het jouw interesse ook wekt, was er best wel geschrokken. Dit stukje paradijs, wat uit de hel is getrokken. Waar de mensen nog hoop hebben, zodat ze werk aan morgen. Ik zag kleine kinderen die voor zichzelf moesten zorgen. Ouders uit het oog verloren, vermoord door rebellen. Of door ecomochttroepen die eigenlijk kwamen om te helpen. Is dus bijna hetzelfde, niet zo zwart-wit als het lijkt. De goede en de slechte zie je in films altijd. En voor de mensen is het moeilijk om elkaar weer te vertrouwen. Als iemand zijn familie vermoord hebt en je nu samen aan het land moet bouwen. Want vergeven betekent niet altijd vergeten. De oorlog is over, maar mentaal is iedereen er nog mee bezig. Hoe sta jij in de wereld? Hoe dan? Met een PlayStation en een tv. Hey, ik vraag je wat, kerel. Dit is jouw wereld. Jouw wereld. Ben je er wel van bewust? Niet ongerust, dan ik vraag je wat, zus. Hoe sta jij in de wereld? Hoe sta je erin? Niet verder dan internet of de krant. Er is meer aan de hand. Veel meer. Dit is jouw wereld. Jouw wereld. Elke keer om je heen en op een andere manier. Kijk, wapens zijn duur en kinderen goedkoop. Vooral als je ze brainwashed en ook nog verslaafd maakt aan dope. Op die manier schieten ze je zonder pardon door je kop. Junkies doen nou eenmaal alles voor hun volgende shot. Van slachtoffer naar dader in minder dan een week. Maar kan je een kind verantwoordelijk houden voor iets wat een volwassene eigenlijk deed? Ik denk het niet, ontoerekeningsvatbaar. En natuurlijk waren sommigen wel wat ouder, ja, dat is waar. Maar zwaar gedrogeerd lijkt er niet veel verkeerd. En als er geen politie meer actief is, word je toch niet gearresteerd. Sommige agenten waren zelf rebel, gesponsord door Charles Taylor, die zit nog niet eens in de cel. Soms vraag ik mezelf af, waar is de gerechtigheid? Kids die ontvoerd werden naar de boer zijn vandaag de weg nog kwijt. Wat denk je als je leeft als een beest in het bos? Maar zelfs alle ellende dragen de mensen met trots. Hoe sta jij in de wereld? What? Met een PlayStation en een tv. Hey, ik vraag je wat, kerel. Dit is jouw wereld. Jouw wereld. Ben je er wel van bewust? Niet ongerust, dan ik vraag je wat, vraag zus. Hoe sta jij in de wereld? Sta je erin dan? Niet verder dan internet of de krant. Er is meer aan de hand. Veel meer. Dit is jouw wereld. Is jouw wereld. Kijk een keer om je heen en op een andere manier naar het probleem. Kind soldaat, weet jij de betekenis? Een soldaat weet waarvoor hij vecht, maar dat was niet zo met deze kids. Ze wisten vaak nog niet eens wat ze deden. En sinds 2002 is het daar nu officieel vrede. Dat klinkt misschien wel leuk, maar dat is het nog niet. Geld gaat door de mensen in handen als water door een vergiet. En over water gesproken, dat stroomt niet eens in het binnenland. En speelgoed voor de kinderen bestaat uit blikjes of een binnenband. Je zou niet geloven hoeveel los ze ermee hebben. En al die wapens wil niemand een revolver meer hebben. Ze hebben geleerd van hun fouten, maar het Westen heeft ook gevallen. Als je een continent laat stikken waar je vroeger alles hebt leeg. En nee, ik ben niet de grote wereldverbeteraar. Vertel alleen wat ik gezien heb, vlak boven Evenaar. Plus het beeld van al die mensen zonder benen of een hand. Zit nu nog steeds op mijn netvlies gebrand. Hoe sta jij in de wereld? Huh?